Hey, hallo allemaal. Afgelopen week ontzettend veel in de moestuin gedaan. Onkruid, alles kwik klaarmaken, aspergeplanten erin. Honingbesjes erin van eetbaargoed.nl. Kijk eventjes mee. Ik heb vandaag trouwens nog wel hulp van dit kleine meisje. Alles goed? Ja, en ik was graag ijs. Daar gaan we dan. Nou, daar gaan we dan. Het is nu nog een beetje een kale vlakte. Hier lag dat plastic, dat hebben we eraf gehaald. Het laatste beetje onkruid verwijderd. Alles is nog helemaal schoon. In de tussentijd zijn hier twee aspergebedden gekomen. Ik heb overal een bamboestokje bijgezet, zodat ik het niet... per ongeluk een keertje omschoffel. Mijn wildgroeihoekje. Framboosjes. Bosbesjes. Aalbesjes. Nog meer framboosjes. En dan komen we hier bij een stukje. Met hele mooie kleine plantjes. Dit zijn de honingbesjes van Eetbaar Goed. Ik heb Arjan gevraagd om een mooie selectie te maken van 10 planten. Het zijn uiteindelijk 5 soorten geworden, van ieders 2. Die er mooi aan het pad komen te staan. Ik hoop natuurlijk dat ik er ontzettend veel van kan oosten. Dit jaar nog niet, maar goed, in de toekomst. Hier heb ik 2 rijen knoflook staan. Dit worden de rekken voor de komkommers, voor de zadenteelt. Hier heb ik nog een tunneltje staan, daar weet ik nog niet zo goed wat ik eronder ga zetten. Ik denk zelf wortels of iets dergelijks met een insectengaas eroverheen. Hieronder, ik zal het even laten zien, zitten de peulen. Nu denk je natuurlijk waarom nou zo moeilijk lopen te doen met zo'n stuk gaas. Nou, wij hebben hier een hoop duiven zitten. En als je de peulen op het begin hier onbeschermd in de grond laat zitten, dan zijn ze weg. Beetje zonde. Dus dit blijft er nog 1,5 week overheen. En dan ruim ik het ook op. Hier staat saffraan. Die is uitgebloeid. Die is nu weer energie aan het opdoen. Dit jaar ga ik ze denk ik rooien. En nieuwe bollen ervan afhalen. Misschien komen die ook op de website terecht. Moet ik even kijken wat de opbrengst is. Aardbeienplantjes. En hier hebben we aardappels. Dan ben ik wel eens benieuwd of dat ik al iets zie. Kijk. Daar komen ze al aan. Dus het is tijd om op te hogen. Vandaag geen tijd voor. Ik heb pappadag. Maar goed, dat komt wel. Wat gaat dat aan? Aardappels. Lekker of niet? Lekker. Jawel hè. Hier hebben we babypaksoi staan, een rijtje. 3 soorten kolen. En hier eigenlijk veel te vroeg geplante tuinboontjes. Maar goed,
kijken wat het wordt. En anders gaan ze weg. Maar volgens mij komt het wel redelijk de goede kant op. Nou, dat was er. Oh, deze is trouwens ook nog leuk. Dit is olifantenlook. Bollen heb ik ook via Eetbaar Goed. Hartstikke prima spul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik had 7 bollen, 6 zijn erop gekomen, dus niks te klagen. Goed. Wat heb je? Een rolmaat gevonden. Goed, ik ga weer verder met mijn dochter. Jullie zijn weer op de hoogte. En tot de volgende. Dat is toch de mooiste schommel die er is. Mooi op een beeldje. En een mooie eikenboom. Ze vindt dat fantastisch. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.